Dat is het VAO Mijnbouw Groningen. Bij het VAO Mijnbouw Groningen hebben we ook weer te maken met de minister van Economische Zaken en Klimaat en ook met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die ik van harte welkom heet. Dan geef ik als eerste het woord aan mevrouw Beckerman van de SP. Somberder dan ooit dat zij de nationale ombudsman over de situatie in Groningen, voorzitter. En terecht. De versterking is nog steeds een enorme puinzooi. Duizenden Groningers zitten in grote onzekerheid. In 2015 moest minister Kamp diep door het stof. In de Tweede Kamer had beloofd 3000 huizen dat jaar te versterken. Dat lukte niet. In 2020 zitten we nog niet eens op een totaal van 1000 woningen. Wat een ellende. Daarom twee moties voor nu. Duidelijkheid versterking. De Kamer gooit op raadslaging constateren dat de versterking nog altijd moeizaam op gang komt en het een chaos is bij de NCG. Overwegen dat Groningers en de Kamer nu geen overzicht hebben, maar wel recht hebben op duidelijkheid. Verzoekt de regering nog deze maand inzicht te verschaffen over welke regelingen er zijn met betrekking tot versterking. Wat is de stand van zaken per batchgroepenregeling? Wat is de planning? Is binnen de versterkingsoperatie. Gaat over tot de orde van de dag. Wordt de motie in voldoende mate ondersteund, de indiening daarvan? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, die motie is echt essentieel. Wij kunnen onze taak als controlerende macht niet uitvoeren en Groningers hebben recht op die duidelijkheid. Mijn tweede motie, en die gaat over de huurders die een strijd moeten voeren en soms zelfs door hun corporatie gedreigd worden om voor de rechter gesleept te worden. De Kamer gooit op raadslaging. Constateren dat de uitvoering van mijn motie van september 2019 weinig heeft opgeleverd voor huurders in het aardbevingsgebied. Overwegen dat huurders van woongroep Mareland door hun corporatie in de steek worden gelaten. Van mening dat huurders niet de dupe mogen worden van onwil van de corporatie, verzoekt de regering een subsidieregeling op te stellen voor huurders via de NCG, waar huurders het bedrag dat zij tekortkomen kunnen aanvragen. Het over tot de orde van de dag. Wordt de inning van deze motie in voldoende mate ondersteund? Ik zie nog geen handen, maar nu wel. Het is dus inderdaad het geval en ze maakt deel uit van de beraadslaging. Ja, voorzitter. Twee moties voor nu. Vanmiddag hebben we een debat waar we hierover doorpraten en gelukkig volgende week ook, want Groningen verdient veel meer dan ze nu krijgt. Dank u wel. Dank mevrouw Beckerman. Dan is het woord aan de heer Nijboer van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Goedemorgen ministers, goed dat u er alle drie bent bij dit VAO. Ik heb één motie. Ik ben op werkbezoek geweest in Pieterzijl en ik schrok wel, dat ligt bijna op de grens van Groningen en Friesland, schrok wel van de enorme schades die daar ook aan boerderijen en bij mensen zijn en hoe lang zij al eigenlijk zitten te vechten tegen de bierkaai. En daar wou ik nadrukkelijk aandacht voor vragen. De Kamer gehoord de beraadslaging. Overwegen dat in Pieterzijl en omgeving sprake is van serieuze aardbevingsschade. Overwegen dat mensen daar al vele jaren in onzekerheid zitten. Verzoekt de minister de betrokken organisaties aan te spreken, zodat ook aan de mensen met aardbevingsschade in Pieterzijl eindelijk recht wordt gedaan. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van de motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Ze maakt deel uit van de beraadslaging. Ja, voorzitter, want als je daar op de kaart van Groningen kijkt, dan zie je dat een beetje, nou ja, toch best wel uit de richting liggen. Als je kijkt naar als je het vergelijkt met Loppersum en Ten Boer en zo. Maar als je daar dan binnen bent, je ziet daar heel rustige mensen, nou ja, die gewoon hun eigen boerderij, die vele honderden jaren oud is, ten onder gaan. Ik werd echt triest daarvan. Ik ben bij 6 tot 8 gezinnen geweest die middag. En het ene na de andere ellendige verhaal kwam naar voren. Dus ik verzoek de minister deze motie te omarmen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nijboer. En dan maak ik even van de gelegenheid gebruik om ook de minister van VWS van harte welkom te heten bij deze. Dan gaan we luisteren naar de heer Sienot van D66. Sorry, voorzitter. Anders kan ik het allemaal niet zo goed lezen. Voorzitter, de Groninger moet op één staan. Daar gaan we het vanmiddag ook weer uitgebreider over hebben. Maar voor nu zou ik graag de volgende vraag aan de minister willen stellen. En dat is dan de minister van BZK. De wijk Ten Post heeft een mooie ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn. En met de sloopnieuwbouwregeling en een financiële bijdrage van de gemeente krijgen een groot deel van de woningen worden dan van het aardgas afgehaald. Er is nog één laatste zetje nodig. En wat mooier om zo'n gebied wat juist de ervaringen van de gaswinning, de negatieve ervaringen zo heeft moeten ervaren, dat setje te geven. Dus kan de minister in gesprek gaan met deze gemeentes en provincies om te bezien hoe je een bijdrage kan leveren aan het bereiken van het 2025-doel van Ten Post? Voorzitter, dan heb ik nog een punt. Tijdens het debat hebben we ook over het unieke natuurgebied gehad, de Wadden. En D66 wil dat we heel zorgvuldig met dit natuurgebied omgaan. Je kunt het maar één keer fout doen. En D66 wil dat dit heel goed onderzocht wordt voor we daar gas gaan winnen. En daarom sta ik onder de motie van mijn collega van de ChristenUnie, mevrouw Dik-Faber, die zij straks zal indienen. Dank u wel. Dank u zeer, meneer Sienot. We gaan luisteren naar meneer Van der Lee van GroenLinks. Drie moties. De Kamer hoort de beraadslaging. Verzoekt de regering voor 1 mei 2020 een compleet dashboard voor de versterkingsoperatie te publiceren, met daarin zoveel mogelijk continu geactualiseerde gegevens over de uitvoering van de versterkingsoperatie, die eveneens te leiden zijn naar de gemeentelijke plannen. Verzoekt de regering in het dashboard tevens alle relevante indicatoren met kwantitatieve doelen per kwartaal, half jaar of een heel jaar op te nemen, zodat inzicht in en controle op de toekomstige uitvoering mogelijk is, en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door het lid Agnes Mulder. De indiening van de motie in voldoende mate ondersteund. Dat is het geval, dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterende dat het adviescollege Veiligheid Groningen nuttig werk doet door te adviseren over versterkingsoperatie in Groningen. Constateren dat het echter tot vertragingen kan leiden bij de versterkingsoperatie wanneer het ACVG bij alle maatregelen altijd vooraf moet adviseren. Overwegende dat alle factoren die onnodig tot vertraging leiden bij de versterkingsoperatie zoveel mogelijk moeten worden beperkt, verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het ACVG waar nodig ook achteraf kan toetsen of verantwoorde afwegingen zijn gemaakt bij bijvoorbeeld nieuwe pilots, parallel aan een specifiek lopend traject binnen de versterkingsoperatie, en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt zij ook deel uit van de beraadslaging. Dan de laatste motie die ook raakt aan de Waddenzee. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterend dat de onafhankelijke auditcommissie de vraag stelt of mijnbouw op basis van het hand-aan-de-kraan-principe wel effectief is om natuurschade in de Waddenzee te voorkomen. Verzoekt de regering om zo snel mogelijk een onafhankelijk advies te vragen aan het staatstoezicht op de mijnen over de effectiviteit van het aan de hand kraanprincipe als beleidsinstrument om de natuur van werelderfgoed Waddenzee te beschermen bij mijnbouw. Verzoekt de regering om in afwachting van het onafhankelijk advies van SODM geen nieuwe winningsplannen te vergunnen voor zout- en aardgaswinning onder werelderfgoed Waddenzee, en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. Dank u, voorzitter. Dank meneer Van der Lee. Dan mevrouw Agnes Mulder, CDA. Het woord is aan u. Voorzitter, dank. We hebben alle ellende in Groningen scherp op ons netvlies. En we willen ook voorkomen dat mijnbouwactiviteiten in de rest van het land leiden tot juridisch getouwtrek, ellende, ellenlange procedures en gesteggel over welke schade nu wel of niet door mijnbouw is veroorzaakt. En een goede monitoring en meetnetwerk zijn daarvoor essentieel. En daarom ook de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging, constateren dat mijnbouwactiviteiten kunnen leiden tot aardbevingen en bodemdalingen. Overwegen dat burgers die in de omgeving van een mijnbouwlocatie wonen ongerust zijn dat hen hetzelfde lot wacht als de Groningers. Overwegen dat deze onrust voor een deel weggenomen kan worden door onafhankelijke metingen en daarvoor een fijnmazig met de regio afgestemd netwerk nodig is. Verzoekt de regering om daarover met gemeenten, provincies en de KNMI afspraken te maken en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend namens collega Sienot. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Ze maakt deel uit van de beraadslaging. Ja, ik heb ook heel bewust mijn naam gezet onder de motie van collega Van der Lee. Dashboard, wij vragen daar samen denk ik al bijna 2 jaar om. Dus het lijkt mij goed dat die zo snel mogelijk naar de Kamer komt en dat je het ook kan herleiden tot de plannen van de gemeente. Want anders weet je nog niet waar je het aan af kan meten. Voorzitter, dan heb ik nog een motie. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat mijnbouwactiviteiten kunnen leiden tot aardbevingen en bodemdalingen. Overwegend dat dit kan leiden tot schade aan gebouwen en maatschappelijke onrust van bij bewoners van gebieden waar mijnbouwactiviteiten zijn. Overwegend dat er een balans moet zijn tussen economische belangen van enkele bedrijven en maatschappelijke belangen in de mijnbouwregio's. Verzoekt de regering te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mijnbouwbedrijven afspraken te laten maken met de regio. Om een deel van de winst uit mijnbouwactiviteiten te investeren in de regio waar gas en zout gewonnen wordt. Het gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van de motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Ze maakt deel uit van de beraadslaging. En natuurlijk willen we alleen maar mijnbouw op het moment dat het ook op een veilige manier kan. En als er dan toch schade ontstaat, dat je dan niet wordt overgelaten aan een paar grote bedrijven. En daar draait het in wezen allemaal om. En een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Voorzitter, nog een laatste vraag. Ik heb een motie ingediend samen met collega Sienot. En dat gaat over motie 32849 nummer 196. Die is aangehouden. Maar ik vraag toch de minister om daar duidelijkheid over te geven hoe ver het daar nou mee staat. Want anders ga ik hem van de aangehouden lijst afhalen en ga hem volgende week in de stemmingen mee laten draaien. Dus graag een reactie hierop. Dank u wel. Dank mevrouw Mulder. Dan is het woord aan de heer Harbers van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Ik wou één punt nog uitlichten waar we het in het algemeen overleg over hebben gehad. En dat is de coulanceregeling, de extra regeling om de 6000 oude schades van voor 2017 nog een keer open te stellen. De Kamer heeft onderzoek gedaan, blijken 6000 oude schades te zijn waarvan mensen toch het gevoel hebben, ja, ik ben akkoord gegaan, maar achteraf had ik een hoger schadebedrag. De minister heeft vorig jaar met de commissaris van de Koning en de NAM afgesproken om de gelegenheid te geven nog één keer te kijken, mensen nog één keer een aanvraag te laten doen. Ik heb er in het algemeen overleg op gewezen dat het raar is dat er naar verluidt 6000 van die gevallen zijn en slechts 85 aanmeldingen toen we het AO hadden. Ik heb er in het AO ook op gewezen dat die regeling snel afliep voor 1 maart. De minister heeft gelukkig toegezegd dat hij het eens was met mijn analyse en dat hij daarin zou duiken en ook met de commissaris van de Koning overleg zou hebben. Om te kijken wat hier nu aan de hand is. Of de regeling wel duidelijk is, of die zichtbaar is, of iedereen daar wel een beroep op kan doen. Nou, inmiddels is de inschrijving gesloten en zou naar verluidt het aantal inschrijvingen 194 zijn. Dat is nog steeds niet veel. Ik vraag de minister, want hij heeft al toegezegd om hierin te duiken, om die toezegging snel gestand te doen. Het mooiste was geweest natuurlijk als dat nog tijdens de openstelling van die regeling was geweest. Dat hebben we gemist. Maar bij die toezegging dan ook op heel korte termijn in te gaan van wat kunnen nou de redenen zijn geweest dat er zoveel oude schades waren die ontevreden waren en toch maar zo weinig inschrijvingen. En of dat iets betekent voor de vraag of deze regeling wel aan alle voorwaarden voldeed die ook met coulance te maken hebben. En daarbij zelfs in overweging te betrekken of er niet toch nog een extra gelegenheid zou moeten zijn voor mensen om hier gebruik van te maken. Ik heb dat alles niet in een motie gezegd, want de minister heeft het al toegezegd, heeft ook aangegeven het eens te zijn met mijn analyse. Maar wat ik hem vraag is om hier toch op de kortst mogelijke termijn bij de Kamer op terug te komen. Dank u wel. Dank meneer Harbers. Dan tot slot het woord aan mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Goed om te zien dat de 3 ministers hier aanwezig zijn. Ik vind het ook belangrijk dat de gezondheidszorg van mensen in Groningen hoog op de agenda staat. Dus ook dank voor de komst van de minister van VWS. Hij heeft de toezegging gedaan in het debat om in gesprek te gaan met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen over de zorg aan mensen in Groningen. En mijn vraag is of die afspraak intussen gemaakt is of reeds heeft plaatsgevonden. Mijn vraag aan de minister van EZK is, die ook een toezegging heeft gedaan om een afspraak te maken met de Waddenvereniging. Dus ik vroeg me af of dat gesprek intussen heeft plaatsgevonden en zo niet of het al in de agenda staat. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar de uitkomsten. Voorzitter, ik heb 2 moties. De eerste motie. De Kamer hoort de beraadslaging, constaterend dat de auditcommissie in haar advies de vraag oproept of het hand-aan-de-kraan-principe ook voldoende is om mogelijke langetermijngevolgen voor beschermde natuur te beheersen, overwegende dat het Waddengebied aangewezen is als UNESCO Werelderfgoed en daarmee instandhouding en bescherming van de natuur aldaar extra van belang is, verzoekt de minister om zo snel mogelijk een onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel over de effectiviteit van mijnbouw met de hand aan de kraan als beleidsinstrument om de natuur van Werelderfgoed Waddenzee te beschermen. Echt over tot de orde van de dag, mede namens de heer Sienot. Wordt de indiening van de motie in voldoende mate ondersteund? Als het geval, ze maakt deel uit van de beraadslaging. Meneer Van der Lee. Oh, sorry. Gaat u gang. Dank u. Ik heb met interesse geluisterd naar de inhoud van de motie, maar u heeft het over een wetenschappelijk panel. En we hebben eigenlijk al deskundigen op dit terrein, neem het SODM. Waarom een apart wetenschappelijk panel en niet een bestaand instituut met volop expertise op dit terrein? Nou, Dik-Faber. Voorzitter, ik heb het opgeschreven als een wetenschappelijk panel. Daarbij sluit ik niet uit dat bepaalde instituties hierbij betrokken zijn. Het SODM heeft inderdaad veel expertise in huis. Maar bijvoorbeeld als het gaat over het element van klimaatverandering, waardoor de zeespiegelstijging plaatsvindt, wat ook weer van invloed is op het hand aan de kraan-principe, dan is niet het SODM de instantie die daarover adviseert, maar het KNMI. Dus, en volgens mij heeft de heer Van der Lee daar zelf ook een aangenomen motie over. Dus ik vind het belangrijk dat er gewoon vanuit verschillende invalshoeken, vanuit verschillende expertises, hier nog eens goed naar gekeken wordt. Meneer Van der Lee. Nou, fijn dat collega Dik-Faber inderdaad de aangenomen motie noemt, want we hebben het KNMI, althans dat gaat het kabinet al gevraagd om opnieuw te kijken naar de zeespiegelstijging en de impact op het Waddengebied. En daarom vraag ik nu een advies van de SODM via de regering. En dan kun je op basis van beide rapporten, kunnen we dan een goede discussie voeren, stoppen we nu echt? Want ik denk dat dat moet, maar goed, ik wil echt wel beide adviezen afwachten. Maar dat is toch de meest logische gang van zaken? Tot slot, mevrouw Dik-Faber. Ja, voorzitter, bij het hand aan de kraan-principe spelen gewoon verschillende vraagstukken. Aan de ene kant heb je, en dat staat voor mijn fractie als een paal boven water, de natuurbescherming in het Waddengebied. Aan de andere kant heb je de bodemdaling als gevolg van mijnbouwactiviteiten, waar het staatsbestuur op termijnen zeer deskundig op is. Dan is er nog het element van klimaatverandering, wat kan leiden tot zeespiegelstijging. En dat geheel, een integrale beoordeling, zal uiteindelijk ertoe moeten leiden tot een conclusie of het hand aan de kraan-principe wel of niet houdbaar is. Ik heb gelezen dat er twijfels over zijn. Ik begrijp die twijfels heel erg goed. En daarom vind ik dat er nog een keer integraal naar gekeken moet worden door een wetenschappelijke commissie waarin alle expertises vertegenwoordigd zijn. Voorzitter, ik heb nog een tweede motie. Die gaat over het schadeprotocol voor de kleine velden. Eén vraag daarover. Ik las in het schadeprotocol ook dat er een opzegtermijn is van 4 weken. Ik vond dat een hele rare bepaling. Leidt dit er niet toe dat mijnbouwondernemingen de minister onder druk kunnen zetten om met bepaalde afspraken akkoord te gaan en zo niet anders zichzelf terug te trekken uit het akkoord? Dat moeten we niet willen en ik vraag de minister ook de Kamer daarover goed op de hoogte te houden. De motie, de Kamer gooit de beraadslaging, constateren dat de Rijksoverheid en mijnbouwondernemingen de overeenkomst landelijke behandeling mijnbouwschade hebben vastgesteld en dat medio 2020 een commissie mijnbouwschade wordt ingesteld. Overwegend dat weliswaar op basis van advies van de Raad van State niet het advies van de TCBB is overgenomen om het bewijsvermoeden zoals bij het Groningenveld toe te passen, maar dat de schademelder wel wordt ontzorgd en dat de causaliteit wordt onderbouwd door de commissie en door de commissie ingeschakelde deskundigen. Overwegend dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de behandeling van schademelding door de commissie mijnbouwschade en dat op basis hiervan de uitvoering en werking van de afspraken in de overeenkomst worden geëvalueerd. Verzoekt de regering de commissie Mijnbouwschade te vragen om in het jaarlijkse verslag inzicht te geven in de contacten tussen mijnbouwbedrijven en de commissie voor het beoordelen van schade en de tevredenheid van de schademelders over de afhandeling van schade. Verzoekt de regering tevens duidelijkheid te verschaffen over de procedure die gevolgd wordt zodat de commissie niet geïnstalleerd is en in die periode zoveel mogelijk aan te sluiten bij de voorliggende overeenkomst. Echt over tot de orde van de dag, mede namens Agnes Mulder, de heer Harbers en de heer Sienot. Wordt de indiening van de motie in voldoende mate ondersteund? Als het geval, dan maakt zij deel uit van de beraadslaging. Dan komen we toe aan het moment waarop de regering kan reageren en we pauzeren even tot 12 uur daarvoor. We kunnen denk ik van start met de beantwoording van de kant van de regering met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Die heeft het woord. Voorzitter, ik loop de moties langs die mijn terrein betreffen en de vragen die aan mij gesteld zijn. En dan begin ik bij nummer 3. De heer Nijboer vraagt mij om de kwestie Pieterzijl onder de aandacht te brengen bij de twee organisaties die hier straks mee bezig zijn. Het Landelijke Loket voor de Kleine Velden en het Instituut Mijnbouwschade Groningen, nu nog TCMG, voor de Groninger veldgerelateerde schadegevallen. En ik zeg dat toe en laat ook de motie daarmee oordeel Kamer. De motie over de ACVG van de heer Van der Lee is in lijn met wat ik daarover in het debat heb gezegd. En laat ik daarom ook oordeel Kamer. Motie nummer 6. Nee, daar ben ik negatiever over. Kijk, onder... Natuur is een verantwoordelijkheid van LNV. LNV heeft samen met EZK een auditcommissie ingesteld. Die is in december tot een oordeel gekomen en een heel rapport. Dat was een wetenschappelijk en breed ingestelde commissie. En ik maak hieruit op dat de heer Van der Lee ontevreden is over de uitkomsten. Of niet prettig vindt dat de experts een bepaald oordeel hebben geveld. En daar willen we nu SODM naar laten kijken. Maar SODM heeft geen expertise of wettelijke taken op het terrein van, natuur. Dus dit verrijkt de discussie niet. En ik ontraad de motie in deze vorm. Dan nummer... Meneer Van der Lee. Ja, toch nog een vraag dan aan de minister. Erkent hij dat er op zijn minst een discussie is, ook trouwens bij de auditcommissie, over de effectiviteit van de hand aan het kraan principe? En dat de SODM in staat is om daar wel over te oordelen. Het probleem namelijk bij mijnbouwactiviteiten is dat het na-L-effect nogal aanzienlijk is. En het uitzetten van een kraan, effecten die al geïnitieerd zijn daarvoor, niet meer ongedaan maakt. Minister. Nou, dit is een inschatting van het na-L-effect. Dat is een totaal andere betrokkenheid van SODM dan hier geschetst staat. Hè? Een onafhankelijk advies over de hele effectiviteit van het hand-aan-de-kraan-principe. Ik bedoel, het hand-aan-de-kraan-principe, dat gaat over de mate waarin grond wordt toegevoerd, de snelheid waarmee de zeespiegel verandert. Dat is een breedte die hier volstrekt niet in deze, in deze context wordt geschetst. Als de heer Van der Lee zou zeggen dat er bij toekomstige onderzoeken rekening gehouden moet worden met de inzichten van SODM over de na-L-effecten, dan was het iets anders geweest. Maar hier wordt een heel onderzoek van SODM in het leven geroepen over de natuur van het werelderfgoed Waddenzee. En dat is een context die SODM helemaal niet in zijn, in zijn expertisepakket heeft. Ik ga naar nummer 7. Een fijnmazig met de regio afgestemd meetnetwerk is waar mevrouw Mulder het over heeft. Dat is met name natuurlijk van belang omdat mensen ook vertrouwen moeten kunnen hebben in dat meetnetwerk. Omdat dat de objectiviteit verschaft onder alles wat we doen. Ik laat deze motie oordeel Kamer. Dan kom ik op nummer 8. Verzoekt de regering te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om et cetera. Dat wil ik best in de gesprekken met de mijnbouwbedrijven gaan meenemen. En zoals het geformuleerd is, kan ik er ook goed mee leven. Dus ik laat deze oordeel Kamer. Dan heeft mevrouw Mulder nog gevraagd hoe het met haar aangehouden motie zit over de publieke regie op de uitbetalingshandeling. Ik denk dat dat we allemaal onderkennen dat daar een vorm van publieke regie op zal komen. De brief van december doet al een goede eerste aanzet over hoe die publieke regie daar over het hele terrein, inclusief de uitbetaling, hoe die eruit ziet. Ik kan haar toezeggen in de brief van mei nog nadere duiding te geven als dat nodig is. Maar ik denk dat we het er wel over eens zijn dat wij met dit loket ook willen afdwingen dat het ook gebeurt. En dat is een vorm van publieke regie. En dat zullen we op allerlei verschillende manieren inkleden. Niet door bovenop de bankbetalingen te zitten, maar wel door steeds terugkoppeling te verkrijgen over wat er uiteindelijk is gebeurd met de claims. Maar ik zou haar willen uitnodigen om die brief van december erbij te pakken. En wellicht nog aan te duiden waar zij nog meer informatie nodig heeft over die regie. Dan de VVD. Ja, ik heb laatst uitvoerig gesproken met de provincie en met NAM over deze regeling. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het toch allemaal erg ordentelijk is gegaan. Maar ik zal de precieze vragen die de heer Harbers stelt beantwoorden voor het aanstaande AO. Daar wil ik even op papier op terugkomen. Dat is een belangrijke vraag, maar laat me die even degelijk beantwoorden. Het gaat over de vindbaarheid, welke categorieën de gevallen allemaal vielen en hoe wij dan tot het oordeel komen of dit wel of niet afdoende was. Dan nummer 9, een wetenschappelijk panel. Ja, in deze breedte kan ik hem wel oordeel Kamer laten. Ik zou wel aan de indieners willen vragen om zich, want er is natuurlijk een brief in december met een soortgelijke uitkomst van onderzoek verschenen. Ik maak hieruit op, ik heb het ook net in de richting van de heer Van der Lee gezegd, dat de indieners misschien niet tevreden waren met de wetenschappelijke uitkomsten. Ik zeg wel dat wij ons in dit complexe terrein, niet alleen klimaat, maar ook natuur, natuurlijk alleen maar staande kunnen houden als wij op een zeker moment ook een zeker geloof hechten aan de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken. Dat helpt ons in de klimaatdiscussie ook zeer en dat helpt hier ook. Maar ik laat deze motie oordeel Kamer, omdat die nou precies duidt, denk ik, in de breedte waarin dat uitvoerbaar is. Meneer Van der Lee. Ja, nee, het is verrassend. Nou, niet echt natuurlijk. Maar dan heb ik wel even de vraag, wordt dit dan in de planning zo ingericht dat ook die nadere analyse van het KNMI naar de zeespiegelstijging kan worden betrokken bij degenen in dat wetenschappelijk panel of het KNMI daarin vertegenwoordigd wordt? En hetzelfde vraag heb ik eigenlijk ook over de SODM. Krijgt die ook een uitnodiging om te participeren in dat wetenschappelijk panel? Minister. Nou, ik ga hier niet zonder enige overdenking staan onderhandelen over de samenstelling van dat panel. Maar ik kan mij wel voorstellen dat wij in elk geval alleen maar waarde kunnen hechten aan dit onderzoek als eventuele na-eil-effecten ook gehonoreerd zijn. En eventuele zeespiegelstijging, eventuele veranderde inzichten op dat terrein in elk geval moeten worden meegenomen. Dus laten we het wel in de breedte zo inrichten dat de antwoorden die we hier willen hebben er ook uitkomen. Waarna ik dan aan de indieners ook wil vragen om daar dan ook enig geloof aan te hechten, want dat is blijkbaar in december niet gelukt. Mevrouw Dik-Faber. Ja, voorzitter, ik begrijp wat de minister zegt. Ik heb hem ook nog een vraag gesteld. Wellicht wilde hij die nog gaan beantwoorden, maar ik dacht ik memoreer de vraag toch even. Het Waddengebied gaat ons aan het hart. Ik begrijp de minister ook. Hij heeft toegezegd in gesprek te gaan met de Waddenvereniging. En mijn vraag is de afspraak gemaakt of heeft die al reeds plaatsgevonden? Ja, ik heb als een wilde zitten scrollen in mijn agenda en ik heb het even zo gauw niet kunnen vinden, maar ik laat dat nog weten. EZK, nummer 10 is een motie van mevrouw Dik-Faber en ik laat die oordeelkamer. Dan. Zie dat mevrouw Beckerman nog een vraag heeft. Een korte en simpele vraag, voorzitter, die in lijn ligt met wat de heer Harbers vroeg over die oude schades. Ik heb daar ook een hele set vragen over gesteld, ook over de afhandeling van schades bij de arbiter. Nu, omdat die niet beantwoord zijn, inderdaad ook geen motie op ingediend. Ik zou willen vragen of de minister die deze week kan beantwoorden, zodat we volgende week die bij het AO kunnen bespreken. Minister. Ik ga kijken of dat mogelijk is. Ik snap het verzoek, ja. Dan nog mevrouw Dik-Faber. Voorzitter, bij motie 10 had ik ook een vraag gesteld. Het gaat over het schadeprotocol voor kleine velden. In het schadeprotocol is de bepaling opgenomen dat partijen wederzijds het protocol, de overeenkomst, kunnen opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken. Ik vind dat een hele rare bepaling. En ik vermoed dat dit weliswaar gebruikelijk is, maar ik vind het eerlijk gezegd gewoon niet heel vertrouwenwekkend overkomen. Dit betekent in theorie dat mijnbouwbedrijven, als ze er onderling niet uit, met de commissie niet uitkomen, met de minister niet uitkomen, dat ze kunnen zeggen van nou, ja, dan stoppen we ermee, dan zeggen we het protocol op en is een opzegtermijn van 4 weken. Ik bedoel, het is een situatie die weliswaar theoretisch is, maar niet ondenkbaar is. En ik vind het een hele rare bepaling. En ja, ik zou toch aan de minister willen vragen, wil hij de Kamer hiervan op de hoogte houden en dit ook een expliciet onderdeel laten zijn van de evaluatie? Omdat ik, ja, nogmaals, ik vind het gewoon niet heel vertrouwenwekkend. Ja, we hebben al eerder gesproken over het zo vertrouwenwekkend mogelijk maken van deze vorm van regelen. Dus niet op een wettelijke manier, maar via zo'n protocol. Ik denk dat de afspraken hard zijn, maar ook al mevrouw Mulder heeft zich in eerdere debatten wel uitgesproken, heeft haar onzekerheid daarover laten blijken. En ik heb toen toegezegd dat in de evaluatie ook deze aspecten mee te nemen. Dit lijkt mij een goede expliciete toevoeging, want we willen dat we niet alleen hier in deze Kamer, maar ook overal in het land vertrouwen kunnen hebben in dat loket. De grote stap die we hebben gemaakt moet ook vertrouwenwekkend zijn. Dank. Dank u wel. Dan is denk ik het woord nu aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dank u wel, voorzitter. Allereerst de motie op stuk nummer 1 van mevrouw Beckerman. Die constateert dat er chaos is bij de NCG. Dat is niet het geval, kan ik zeggen. Ik ben daar geweest de afgelopen week en er is sprake van een reorganisatie, van een samenvoeging. En natuurlijk zie je dan dat er wat dynamiek ontstaat. Maar het woord chaos, daar wil ik echt afstand van nemen. Ten aanzien van de vragen die ze nog stelt, daar kom ik nog op terug. Het dashboard, daar ligt nog een motie voor die ik zo zal becommentariëren. En ik zal voor het AO van 16 april... inzicht geven in de verschillende regelingen, dus ik moet deze motie ontraden. Ten aanzien van motie stuk nummer 2... Mevrouw Beckerman. Ja, sorry voorzitter, maar in 2015, ik refereerde er al aan, zei de voorganger van deze minister, dit jaar verstevig ik 3000 onveilige woningen. We zitten nu in 2020, 4,5 jaar later, en de teller staat nog maar op 1000. En dan kan de minister zeggen, ja, ik vind chaos geen mooi woord, maar het feit is dat 2015 nog beloftes werden gedaan over 3000 per jaar en we nu in totaal op 1000 zitten, voorzitter. En ik zou de minister toch willen vragen om nog even goed naar deze motie te kijken en voor volgende week, wanneer we weer een debat hebben, te zorgen dat wij ook echt als controlerende macht over cijfers kunnen praten. Minister. Ja, voorzitter. Ik heb toegezegd dat ik voor het algemeen overleg van 16 april ook met de update over die regelingen kom. Dus dat zeg ik mevrouw Beckerman ook toe, maar ik ga de motie toch ontraden. Ja. Motie op stuk nummer 2, waarin de regering verzocht wordt een subsidieregeling op te stellen voor huurders via de NCG, naar aanleiding van de problematieken bij onder andere coöperatie Mareland. Daar hebben we uitvoerig over gesproken. Ik ben afgelopen week ook daar geweest. Ik heb gesproken met zowel de coöperatie, maar ook andere coöperaties en huurdersorganisaties daar. De eerste coöperatietafel heeft plaatsgevonden in mijn aanwezigheid. En een van de onderwerpen die daarop besproken is en die ook een vervolg zal krijgen aan die tafel is het overleg over vergoedingen bij het verplicht moeten verhuizen. Dat heeft op dit moment nog niet tot een oplossing geleid, maar dat wordt wel daar besproken, voorzitter. Dus ook deze motie moet ik ontraden. Dan de motie op stuk nummer 4 van, van de heer Van der Lee en mevrouw Mulder. Er is toch nog een vraag van mevrouw Beckerman. Nou ja, voorzitter. Kijk, deze situatie sleept nu al heel erg lang. We weten dat huurders niet krijgen wat ze hadden, dat ze een hoge rekening krijgen. En dat allemaal door de gaswinning waar hier in dit huis ruim 400 miljard aan is verdiend. Die huurders zitten knel, voorzitter. En ik zou toch echt wat meer stappen willen van de minister om te voorkomen dat die huurders tegen een hoge rekening aanlopen. Er zijn al 2 moties van mij aangenomen. Ja, dat er een tafel is geweest en dat er nog een keer een tafel komt, ja, dat is gewoon niet voldoende voor mij, voorzitter. Minister. Voorzitter, ik heb gedaan wat in die moties gevraagd werd, namelijk in gesprek te gaan, zowel op ambtelijk niveau als ook ikzelf. Ik heb met de vertegenwoordigers van Mareland gesproken, zowel huurders als de coöperatie zelf. Dat gesprek is nu gaande. Ik heb er vertrouwen in dat dat tot een goede uitkomst leidt. Dat was ook de toon van het gesprek wat ik gehad heb. Daarmee heb ik uitvoering gegeven aan die motie. En nu vraagt mevrouw Beckerman weer iets anders, wat verder gaat dan die motie. En dat ga ik niet doen. Ik ga het gesprek aan die coöperatietafel voortzetten. En ik heb er vertrouwen in dat dat leidt tot een goede uitkomst. Dan motie op stuk nummer 4, waarin de regering verzocht wordt in het dashboard, wat dan voor 1 mei compleet zou moeten zijn, alle relevante indicatoren per kwartaal heel half jaar op te nemen. Daarvan kan ik het volgende zeggen. Dat dashboard, daar heb ik in de richting van de heer Van der Lee eerder al aangegeven, dat is work in progress. Dat wordt telkens geüpdate. Ik heb ook in het debat aangegeven dat het van groot belang is dat die plannen van de gemeente daar een plek in krijgen. Want anders kun je niet meten en kun je ook niet sturen. Ik hoop dat dat 1 mei afgerond is, maar ik zeg nu alvast toe dat ook na 1 mei de ontwikkeling van het dashboard doorgaat. En dat ik wel afhankelijk ben voor het vullen van het dashboard, ook van die gemeentelijke plannen. Dat heb ik ook afgelopen week, toen ik in Loppersum was, heb ik dat ook aangegeven. Dat ik ook gemeenten oproep om daarmee aan de slag te gaan. Maar tegen die achtergrond kan ik het oordeel over deze motie aan de Kamer laten. Dan, de heer Sienot heeft een vraag gesteld over... of ik niet een zetje kan geven aan de ambitie van Ten Post om de klimaatneutrale doelstelling in 2025 te halen. Ik kan de heer Sienot in ieder geval melden dat al voor 50 woningen subsidie toegekend uit het NPG. En dat de gemeente of provincie Groningen voor de resterende 100 woningen die het betreft ook een aanvraag kan doen. Ik zal dat ook met de gemeente en provincie verder bespreken en ondersteun dit op zichzelf ook van harte. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voorzitter, dank u wel. Er was 1 vraag gesteld door mevrouw Dik-Faber. Of ik de heer Postmes al heb gesproken. Die afspraak is in de maak. Ik had de data heen en weer geschoven, maar die bleken niet te passen. Maar die afspraak wordt op korte termijn gemaakt. Daarnaast ben ik zelf op 23 maart in Groningen. Zowel over het Groninger Zorgakkoord als ook over geestelijke verzorging. Dan kom ik daarna ook weer terug bij de Kamer in reactie op datgene wat we hebben gewisseld in het algemeen overleg. Dank u wel. Dank u wel, minister. Dan komen we aan het slot van deze beraadslaging. En dan kan ik zeggen dat de ingediende moties volgende week dinsdag in stemming zullen komen. En dan gaan we, denk ik, meteen door met het volgende VAO. En dat is het VAO Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving met de minister van Binnenlandse